Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Als je de video interessant vindt, geef dan even wel een like. Ik ga het vandaag hebben over uranium. Ik heb al heel lang gezegd, uranium aandelen hebben een prijs van uranium nodig van $60 per pound. En ja, dat kwam er maar niet. En 11 jaar lang is dat niet gelukt. We gaan eventjes naar de grafiek. Nou, we zien hier de grafiek van uranium. En we zien hier dat recent, en dan praten we over 11 maart, is de uraniumprijs even op 60 geweest. We zijn er daarna weer onder gegaan en we zitten nu op 58,6. Dus tegen die 60 aan. Nou, waarom is dat belangrijk? Nou, dat is eigenlijk het punt waarop heel veel uraniumbedrijven winst kunnen gaan maken. Nou, en als nou de laatste 11 jaar iets niet is gebeurd bij uraniumbedrijven, dan is dat winst maken. 11 jaar geleden probleem in Japan, de aardbeving en vervolgens de ontploffing van de kerncentrale Fukushima heette, geloof ik. En ja, goed, daarna kwam natuurlijk kernenergie in het verdomhoekje. Japan wilde er vanaf, Duitsland wilde er vanaf. We zouden allemaal overstappen naar duurzame energie. En het is niet gelukt. Duurzame energie is niet op dit moment de volledige oplossing. En daarnaast hebben we gewoon een aantal problemen. En een van die problemen waardoor nu die koers van uranium zo omhoog is gegaan, is de oorlog in Oekraïne. En we willen af van het Russische gas, Russische olie. Ja, dan zou je naar alternatieven moeten. En een alternatief is uranium, kernenergie. En je ziet dus dat de koers van uranium daarop is gecorrigeerd en omhoog is gekomen tot het punt dat ja, bedrijven winstgevend kunnen worden en mogelijk dat de prijs nog veel verder omhoog gaat, maar op dit moment nog eventjes niet. Kijken we dan naar het belangrijkste aandeel in de uraniumsector, dat is Cameco. En nou heb ik hier de grafiek van Cameco ervoor liggen. Ik heb die aandelen, maar ik heb recent, heel recent, heb ik daar winst op genomen. Wat is het geval? We zien hier de koers op bijna het hoogste punt ooit. We zien hier 6 maanden, maar we kunnen even maximaal. Dan zie je helemaal. Nou, niet ooit trouwens. Daar zeg je het. Een paar jaar geleden, hè, dan praten we over 2007. 2006 tot en met 2009 was het hoger. Daarna nog eventjes een opleving 2011. Maar je ziet dan ook, hè, 11 jaar geleden, daarna was het over. En je ziet nu de hoogste koers sinds 2011. En ik heb winst genomen. Niet helemaal. Ik heb niet alle aandelen verkocht, maar ik heb de helft van de aandelen verkocht. Nou, de reden is heel simpel. Ik sta op een enorme winst. En mijn investering werd heel groot. Cameco was mijn grootste positie. En ik heb gewoon de helft van de positie verkocht, zodat ik weer eigenlijk terug ben op het niveau waar ik op zat. En dan eigenlijk kan ik gratis nu met de rest mee. Nou, waarom die winstname? Ja, we zien hier die MA9 zien we afvlakken. MA50 nog niet. Is natuurlijk een heel sterk tijd geweest de afgelopen tijd. Maar we zien de MACD ook nu eventjes afzwakken. En eigenlijk een verkoopsignaaltje geven. We zien de TRIX ook negatief. Het is allemaal negatief binnen een positief trend. En vandaar dat ik zeg, ik pak mijn winst. Maar ik hou de helft van de aandelen, de helft van mijn positie. En in feite de oorspronkelijke investering die ik zo ongeveer deed. Dus vandaar. Ja, CCE is interessant. Nou ja, als we gaan kijken naar het aandeel zelf. En dan kijken we even bij de statistieken. Op dit moment is de koers-winstverhouding 500. Dat is enigszins hoog. Ja, hoe komt dat? Ja, dat komt onder andere omdat natuurlijk die uraniumprijs nu pas omhoog is. Ja, dan heeft dat bedrijf wel even nodig om daarop te anticiperen. Daarnaast is het zo, en dat zullen we ook wel zien, het bedrijf heeft 1 miljard schuld, 1,33 in kas. Ze hebben een omzetdaling te pakken. Ze hebben een winstdaling te pakken. Ja, hoe komt dat nou? Waarom die winstdaling? Ik ga terug naar die koers. We zien hier de afgelopen tijd eigenlijk een dalende trend die nu pas in maart om is gezet in een stijgende trend en in nieuwe records. De afgelopen tijd ging het dus even wat minder. Nou, en dat is natuurlijk iets waar de analisten eigenlijk naar hebben gekeken. Van ja, hoe ziet het eruit? En het zag er minder fraai uit, want wat zou uranium nou die stap omhoog geven? Ja, nu weten we de oorlog in Oekraïne. Maar dat was dus tot 24 februari van dit jaar niet duidelijk. Analisten.
Als we gaan kijken, 10 analisten. En wat was hun verwachting? Hun verwachting was een 90 dagen geleden 29 cent per aandeel winst. En nu nog maar 25 aandeel per aandeel winst. Kijken we naar voor volgend jaar 19 cent werd 85 cent. En dan zie je al dat er al een omwenteling is. Die omwenteling wordt sterker. Want niemand had verwacht dat uranium naar 60 ging. We wisten allemaal wel dat dat het punt was, dat omschakelpunt. Maar eigenlijk omdat het al 11 jaar niet gebeurd was, was er niemand die zei van nou, we verwachten dat het wel gaat komen. Dus in die zin is het een positieve draai. En heel positief voor uranium. Maar de beurs die beweegt in golven. En die golven, ja, die bepalen dus in feite ook voor een deel. Nou, als we nou kijken naar een heel ander aandeel, UEC. Moet even kijken of me dat zo lukt. Ja, daar is die. We zien gisteren 1% gedaald. Vandaag voorbeurs 2% omhoog. Als we naar de grafiek van UEC gaan, Uranium Energy Corp, ik heb die aandelen ook. En hier heb ik nog geen winst opgenomen. We zien dat er wel een flink herstel was, maar niet door. Maar we zien ook dat alles nu negatief is gedraaid. Het bezit van de zaak is het eind van het vermaak. We weten nu, het is op 60. En beleggers hebben nu zoiets van, ja, ik pak toch eventjes mijn winsten op dit moment. En ik heb die stijging gezien, ik pak hem even. En dan zien we later wel wat gaat gebeuren. Nou, zoals het er normaal gesproken uitziet, zien we nu even winstnames. En daarna zien we dat de aandelenkoers rekening gaat houden met de hogere prijs van uranium. Met een hogere winstverwachting voor het bedrijf. Maar dat duurt even, die golf moeten we even doorheen. En ik heb dan bij UEC geen winst genomen en geen aandelen verkocht. Maar in feite zou dat eigenlijk niet zo gek zijn om dat alsnog toch eventjes te doen. Dus ik ga er toch even naar kijken. In mijn verwachting dat we eventjes een dipje omlaag krijgen, waarna de zaak weer omhoog gaat. Het kan best zijn dat het dipje nu is geweest, gisteren, hè, die 1% daling. Dat weet ik dus niet. Dus het is in die zin wel gevaarlijk om dat soort bewegingjes mee te willen pikken. Het kan interessant zijn, je kan jezelf ook op buitenspel zetten. Nou, dat is het laatste wat ik wil in een sterke sector. Want ik denk dat uranium een van de sterkste sectoren is. Zeker nu, eigenlijk onverwachts, al die bedrijven winst kunnen gaan maken. Want dat hadden we 3 maanden geleden niet kunnen denken, dat ze zo snel al winst zouden gaan maken. Kijk, ik was er al langer van overtuigd dat uranium het wel ging worden. Omdat je eigenlijk al weet dat duurzame energie nog niet groot genoeg is om alle energievraag te kunnen dragen. Maar daarmee was nog niet duidelijk voor anderen dat het zover was. Nu uranium $60 per pound doet, is het duidelijk dat ze winstgevend kunnen draaien. Dan kan een blinde het zelf zien. Dus nu gaan andere beleggers die tot nu toe heel sceptisch waren vanwege het feit van ja, uraniumprijs is zo laag, ze kunnen nooit winst maken. Dat probleem is nu voorbij. Oh, ze kunnen wel winst maken. Ja, na 11 jaar wordt dat misschien dan toch eindelijk weer eens een interessante sector. Ja, goed. Is het voor jou een interessante sector? Ja, dat zou je moeten afwegen. Als je dat aandelen nog niet hebt, dan is het interessant om te gaan kijken wanneer het wel interessant wordt. Het is geen moment om nu in te stappen. Dat zagen we bij CCA, dat zien we hier. Je ziet eigenlijk nu, komt er een beetje verkoopdruk. En daar doorheen, daar langs, als we dat hebben gehad, ja, dan pas zou het kunnen zijn dat de prijzen weer verder omhoog gaan. En ja, goed, daar zal je wat mij betreft even op moeten wachten als je de aandelen nog niet hebt. Nou, ik heb de aandelen al, ik ben juist aan het verminderen in wezen. En ik zou hier nu overwegen om dus even wat aandeeltjes uit mijn portefeuille weg te halen. Met de intentie om dan later toch weer in te stappen, want ik verwacht dat deze trend nog wel even doorgaat. Maar het is mijn verwachting, dat hoeft niet uit te komen. Je kan een andere visie hebben, kan allemaal. Ik heb natuurlijk geen zekerheid dat het gebeurt. Ik heb wel gelijk gekregen met mijn uraniumsector. Een van mijn betere beleggingen van de laatste 12 maanden. Maar het is niet zo dat het dus mijn gelijk blijft. En het kan allemaal veranderen. Met de oorlogskansen of wat er ook gaat gebeuren. Maar ja, ik heb dan toch wel het idee dat uranium nog wel door gaat zetten. Nou, ik hoop dat je de video interessant vond. Het is geen beleggingsadvies. Doe je eigen onderzoek voordat je een belegging inneemt. Ik heb die aandelen, dat heb ik al gezegd. Laat het even heel duidelijk zijn. Dus dit is gekleurd. Ik ben aandeelhouder. Dus ik kijk er anders naar dan iemand die de aandelen niet heeft. Weet dat in ieder geval. Vond je de video interessant? Geef een like. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan door in te loggen op YouTube.
te abonneren door het drukken op het knopje. Druk ook op het blauwe belletje, dan krijg je notificatie als ik een volgende video heb gemaakt. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf in op de gratis nieuwsbrief. Dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe!